Goedemorgen jongens. Vandaag ga ik voor de allereerste keer na 3 jaar weer terug naar school in Nederland. Zoals jullie weten heb ik 1,5 jaar in Spanje gewoond. En daarvoor was het corona. Dus toen waren alle lessen online en zo. Dus ik ben gewoon 3 jaar niet naar school geweest in Nederland. En vandaag ga ik daar weer heen. Ik moest het natuurlijk wel vloggen, want ja, het is gewoon een speciale dag toch? En ik ben ook best wel zenuwachtig eigenlijk, want ik ga naar een nieuwe klas. Ik ken nog helemaal niemand in mijn klas. Dus ik ben heel benieuwd. Kijk jongens, dit is mijn outfit voor vandaag. Ik draag gewoon een blazer. En ik draag dat normaal nooit echt. Maar ik heb vandaag al 2 presentaties. Terwijl het de eerste keer dat ik naar school ga. Maar dat komt omdat ik de eerste 2 weken van dit blok al had gemist. Omdat mijn stage in Spanje nog niet was afgelopen. Ik ben echt super zenuwachtig, want ik haat presentaties. Maar mijn rooster is dus een beetje... Ik heb een creative marketing pitch. Ik heb een Spaans presentatie. En een economieles. Dus best wel een lange en stressvolle dag. Maar... komt goed. Let's go. Wat ik echt het vervelend vind om terug naar school te gaan, is dat ik nu 20 minuten moet lopen. Elke dag naar mijn bus. Ik ben echt super blij. Maar daar heb je toch gewoon geen zin in de vroege ochtend, jongens. There is a life I lead in this city. Hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Daar gaan we dan, let's go. Zo raar om hier te zijn na 3 jaar. Oh my god. Maar alles is echt nog precies hetzelfde. Kijk. Het is mijn school, jongens. Kijk, elke verdieping ziet er letterlijk zo uit. Ja. Er is ook echt nog niemand. Ik heb dus om 9 uur hier afgesproken met mijn projectgroep om te gaan oefenen voor die presentatie. Ik ga jullie even mijn hele mooie PowerPoint laten zien die ik heb gemaakt. Kijk, deze PowerPoint heb ik dus gemaakt. Hij is bijna klaar. En ik moet de laatste paar slides presenteren. We hebben nu dus dit lokaal gereserveerd om te oefenen. Oké. Okay. Wow, they're already looking at my YouTube channel. So what do you think? Hi. It looks really nice. Thank Happy you. Happy third year anniversary. Thank you. Yeah. That's pretty good. Thank you, thank you. We have a famous friend. Yay. No, we not really. Oké, maar... Jongens, mijn cijfer staat erop van die internship portfolio. Ik ben zo bang. Oké. Nee, ik kan niet aan. Jongens, als ik een onvoldoende heb, like hè. Heel mijn internship long? Opnieuw doen. I'm very nervous. Ik ben even snel naar dit andere lokaal gegaan, want ik kan mijn cijfer dus niet zien op mijn laptop. Dus ik ga gewoon proberen om het hier op te doen. Oh my god. Ah. Zo zenuwachtig. Oké, nu kan ik het zien. Ik heb het gehaald. Ik heb het gehaald. Ik heb het gewoon gehaald, jongens. Oh my god. Ik ben zo opgelucht. Als ik dit niet had gehaald, dan moest ik dus mijn hele stage opnieuw doen, gewoon 5 maanden lang. Maar ik heb het gehaald. Oké, het maakt niet uit wat er vandaag gebeurt. Ik ben gewoon zo blij. So, yeah, then practice with the whole on the board. Yeah. Ja, jongens, dus weet je wat het nou is? Iemand van ons groepje komt gewoon niet. Dus nu moeten wij dit hele ding ook gaan presenteren. En ik kan al niet presenteren. En nu moet ik het zomaar kind of ook doen. En our... Like, the main and only revenue stream is product sales. And the sales will be 20 euros profit per sale. Yeah. Oké, well, I'm gonna try my best. Taking the stairs is often faster than the elevator. Dat is echt waar. We moeten altijd 100 uur wachten op deze lift hier. Maar ik ben lui, dus ik ga gewoon naar de tweede verdieping met de lift. Oh my god, hello! Hi.
we have our presentation, I think like 1 hour or something, because there are other groups that also have to present. I hope so. And yeah. We're the last group. It takes very long. We need motivation and luck. Yeah, wish us some luck. Okay, we have the playlist here. Are you ready? Let's go. Oh, my phone. Okay, perfect. We're done! Finally! Yeah, yes. Thank God. It went well, so yeah. We did it. Kijk, het restaurant is letterlijk elke dag dicht. Net als vandaag. Maar gelukkig heb ik van Coro deze thermocontainer opgestuurd gekregen. En hierin kan je dus je eten warm bewaren. En ik hou echt van warm eten, dus... Dit is echt een lifesaver, kijk. Er zit zelfs een lepeltje bij. En ik heb ook nog allemaal snacks opgestuurd gekregen die ik lekker in de pauze kan eten. Oh my god. Dit is echt super lekker. Dit is cookie dough caramel. Ik ga dus elke dag meer ervan nemen. A product of Spain. We zijn even naar de Jumbo geweest, want ik heb dus zo meteen een Spaanse presentatie en je moest iets meenemen uit Spanje. Dus deze worst, ik eet dat niet eens zelf, maar ik heb het nu wel gehaald, dus dat is goed. What did you get? He has a French presentation. I got oranges. Is that a friend? It's fine. It'll do it. So now we're going back to school. Here now, we've got our presentations. Are you ready? No, but it's fine, we're gonna wing it. Yes. Hey. This is the twin brother, you see? Hey, hoe ging jullie presentatie? Sorry. En nu hebben we eten, toch? Heerlijk. Kijk. Wat gaan we doen? Sorry jongens. DJ! A lo manejando por las calles que me besaste. Si me equivocas, yo te diría que volvieras, pero eso no se pide. Oké, ik heb net eventjes een kwartier pauze gehad en nu heb ik nog een les economie, dus ik ben benieuwd. Laten we erheen gaan. Veel plezier. Oh my god, het is donker. Van de bus en het regent. Nou jongens, het is inmiddels een paar dagen later. Ik had deze video nog niet afgesloten, hè? Maar ik vond het echt een hele leuke eerste schooldag. En ik ben nu alweer een paar dagen naar school geweest. En het is eigenlijk best wel leuk om weer terug te zijn op school in Nederland. De mensen in mijn klas zijn allemaal super aardig. Dus daar ben ik echt heel blij mee, want dat helpt gewoon heel erg. Maar ja, verder. Het is wel heel stressvol gelijk al. Ik moet zoveel dingen doen. Ik was gewoon even vergeten dat ik op HBO zit. Nee, maar komt goed. Ik ga jullie natuurlijk overal in meenemen. Dus er komen lekker weer schoolvideo's aan wat jullie leuk vinden. Dus nou ja, als jullie deze video leuk vonden om naar te kijken, vergeet dan zeker niet het duimpje omhoog te doen. En te abonneren als je mijn andere video's niet wil missen. En dan wil ik je heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En zie ik je hopelijk weer bij mijn volgende video. Doeg!